Vincent, goedemiddag. Hey. We zijn, hey. Jullie zijn klaar, man. Jullie zijn klaar. Heropend. Ja. Ja, en ik val hier gelijk met mijn neus in historische boten. Fantastisch. De Gravenstraat van ooit. Ja. En maar ik ken de foto's allebei, maar deze ook. Die vind ik helemaal geweldig. De Eendracht op de Markt, de Gabriels. Ja. Maar hoe hebben jullie die zo goed kunnen vergroten? Want ze zijn echt behoorlijk scherp. Via Smit Interieur hebben we een bedrijf in de arm genomen zichtbaar. En die heeft het voor ons en uitvergroot en geplaatst. Dus dat prachtig. Hebben jullie, ik was hier een week geleden, toen was het nog een soort casco, of noem je dat? Helemaal kaal in ieder geval. Kaal. Waren jullie met de wanden bezig? Maar ja. Wat is er allemaal gebeurd? Volgens mij alles, als ik het in de ogen plak zie. Echt alles, ja. Dus toen jij er was, lag er al die nieuwe vloer in. Maar we hebben eigenlijk heel het verlichtingsplan opnieuw gedaan. En allemaal nieuwe orders. Ik loop even met je mee. Ik loop gewoon achter je aan. Ja, hier een heel nieuw G-Star interieur. De G-Star hoek. Ja, corner gemaakt, zeg maar. En hier straks, je ziet nu nog niet zo duidelijk, maar voor de dames een superdraai corner. En een hele nieuwe denim wall met... Net echt lijkende stenen. Dus het zijn eigenlijk geen stenen. Jawel, het zijn wel echte, maar het zijn maar randjes, zeg maar. Het zijn geen echte muren. Maar, het ziet er wel mooi uit. Ik vind het hout van de kasten vind ik ook wel mooi. Ja, hè? Ja. Mooi afgewerkt. Stel voor. Ja. Hoi. Hoi. En alle leuke details natuurlijk in de waskamer. Zijn er geen mensen in blote bipsen? Nee hoor. Ja, je hebt allemaal Middelburgse afbeeldingen. Plaatjes, de Oostkerk, het Abdij. Dit dan net niet, dit is een... Dit is dan weer een mooi detail van een spijkerbroek die genaaid wordt. Oostkerk inderdaad, zie ik. Ja. Ja, prachtig. Dus dan komen we in het middenschip, zeg maar. Ja, en hier trekt mijn oog gelijk naar links natuurlijk, want want een bar. Ja, want een bar. De krukken ontbreken nog, maar die komen van de week. Oh, die komen er echt aan, ja. Zeker. Dus dan kunnen we echt nog een biertje openen, zeg maar. Dus, maar dat is ook echt wel de bedoeling, om daar een beetje een chill plek voor of tijdens of na. Ja, je weet, kijk, ik kom hier graag winkelen, maar ik ben meestal in en uit. Maar, ik ben benieuwd of je me nu kunt verleiden om een keer te blijven hangen. Dat is benieuwd. Het, hè? En als je dan een keer met je partner, eindelijk eens een keer met je partner samenkomt, dan zijn shoppen en dan heb jij een biertje. Ja, we zullen het er eens over hebben thuis, hè? Je weet maar nooit. Heb je overigens wat je zei vorige keer al, er waren ook wel wat verschillen in de collectie, toch? Je zou er kinderkleding bij krijgen, toch? Ja. We zijn nog niet zo ver. Maar jullie hebben wat dat betreft nog wel al jullie vertrouwde merken. En, alle merken zijn hetzelfde geweest. Dus een PME, een Cast Iron, een G-Star, een Petrol. Ja, ik zie hier inderdaad de PME-hoek. Ja, die is één plek opgeschoven. Ja, die is hier terechtgekomen, zeg maar. En waar je het al over had, de kindjes. Wat zijn dat lampen? Wat is dat dan? Ja, die gaan het nog doen. Die moeten nog even aangesloten worden. Maar zijn wel bijzonder. Ja. Een beetje gekheid, hè, voor die jonge gasten. Ja. Fietsje erbij, skateboardje. En zelfs een speelhoed zie je. Een speelhoed zie je. Ook dat, en daar wordt ook gretig gebruik van gemaakt. Dat is heel goed. Geeft toch een beetje rust als je bezig bent, hè? Zo is het. En dan steken we zo over naar de dameskant. Hebben jullie ook meer ruimte gekregen hierdoor, of dat is speciaal? Nee, zeker wel. Voorheen hadden we allemaal van die pilaren. Wat het heel erg opdikte, maar nu hebben we in de middenpaden is het gewoon veel ruimer geworden. Ja, waardoor het relaxter winkelen wordt, zeg maar. Ja, dus, hier en daar een fauteuil. Een fauteuil, ja, dan kun je even relaxen, zitten. En maar jij hebt ook gewoon kaart meegeklust, hè? We hebben met z'n allen kaart, het hele team heeft heel hard meegeklust. Ben jij ook gewoon handig en zo? Kan jij timmeren en zagen? Wij zijn ook best wel een beetje handig, ja. Ja, dat is we een hebben voordeel. Het wel in combinatie met Smit interieurbouw gedaan. Ik zag de hele week de wagen staan, inderdaad. Precies. Volgens mij waren ze, ik was een tijdje terug in hun... werkplaats, volgens mij waren ze toen al met spullen van jullie bezig. Ja, dat kan heel goed. Ja. Dus, Moens die heeft de vloer gelegd, maar voor de rest het spuitwerk en al die rekken zoals je me de vorige keer aantrof, die hebben we zelf in elkaar gezet. En het plafond, is dat even hoog gebleven of heb je dat gewoon geschilderd? Of dat hebben we gespoten. Oh, gespoten, oké. Waardoor het een heel andere look heeft als toen het zo licht was. Want dit was zeker metaal, die rechter kabelgrootte. Dat zijn radiatoren. Oh! Maar die waren ook beige, maar die vallen nu heel anders op door... Nu is het bijna net als de flagship store, of niet? Ja. Toch? Ja. Kijk, Vlissingen blijft wel groter omdat we 3 etages hebben. Maar het heeft wel diezelfde allure, zeg maar. Nou, moet ik even goed kijken hoor. Is dit nou de steenrotsen, of niet? Nee. Het is een stukje Abdij, volgens mij. Daar ben ik nog niet. Ik zit even te twijfelen. Komt door de bovenkant. Nou, die zoeken we nog op. Oké.
Hé, hey, de Lange Jan, altijd ja, fijn. Altijd leuk. Staat toch eens copyright op zo zitten, hè? Nou, hier moest ik echt 6 keer kijken van wat hebben we hier voor kust. Maar het is gewoon een stukje rits. Een rits van heel dichtbij uitgetrekt. Ja, vind ik wel heel gaaf om te zien, ja. Zo. En dit is inderdaad een stuk op daar ook. Ja, Schuifdeurtje. Ja, het is helemaal van deze tijd, hè? Ja, het is helemaal... Maar toch ook een beetje die boerenschuur ideeën, zeg maar. En ons lieftallige, hè? Hoi! En je zoekt ook nog personeel, zie ik. Nu zijn we er toch, hè? Ja, als weekend, jou. Als weekend en vakantiekracht ben je meer dan welkom. Heel leuk. Ja, Bali is ook heel vrij. Ja, toch? Ja, maar dat vind ik ook wel. Die had je natuurlijk, die stond eigenlijk maar ben achter me. Ben filmen? Ja, heel stiekem. Die was hier, de Bali, normaal gesproken. Exact, ja. Ja, aan twee kanten van Bali. Deze was wel actief. Maar ja, dit werd gewoon 10 keer beter. Ja, het is kleiner, maar ja. Prima. Ja? Ja. Ik kan dus, zijn er nog andere bijzonderheden die ik kwijt wil, en nu staan we toch te filmen? Nou ja, we hebben er gewoon weer heel veel zin in. Ja. En, we hebben eigenlijk alles in het loopje wel benoemd. Dus wat er veranderd is en waar we naartoe willen met z'n allen. Dus, ja. Nou, dan dank je hartelijk voor de rondleiding. Het is mooi geworden. Ik feliciteer jullie van harte namens heel de stad. Hey, dankjewel. En tot de volgende. Ja, sowieso.